Welkom allemaal in deze dienst waarin we bij elkaar zijn om het huwelijk van Erik Thomassen en Richelle van der Ruitenbeek in te zegenen. De zegen van de Heere God te vragen. En wat geweldig mooi is het ook om te weten dat de Heere God zijn zegen wil geven. We hebben in de gesprekken die we met elkaar hebben gehad gesproken over het feit dat jullie beiden mogen getuigen dat jullie een kind zijn van de Heere God. Op grond van het verzoenend werk wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. En het is mooi om dat zo met jullie wederzijdse ouders te kunnen doen. Ook met opa en oma en een andere opa, opa Thomas, die er niet bij kan zijn. Maar met wie we ons ook verbonden weten. Dat we zo voor Gods aangezicht mogen komen om zijn zegen over jullie huwelijk te vragen. En de tekst die centraal staat in deze dienst is Johannes 2 vers 5b. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar ben je elke dag druk mee. Maar het is een geweldig mooi leven om daarmee druk te mogen en te kunnen zijn. En dat is ook al genade. Dat wat hij hier, wat Maria hier zegt over de Heer Jezus. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Dat God dat door zijn Heilige Geest ook wil uitwerken in onze levens. Maar ook in jullie huwelijksleven. En daar mogen jullie van genieten. En daar mogen jullie van gaan getuigen. En we weten ook dat we vanmiddag mogen zijn in de nabijheid van de Heere. En dat we tegen elkaar mogen zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen op Psalm 84, coupletten 2 en 6. Zelfs vindt de mussenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild is het alle tijd, een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En dat wil hij ook vanmiddag in deze dienst. Wil hij genade geven en eer geven. En die eer kunnen we krijgen op het moment dat we weten dat wij in de Heer Jezus Christus worden geplaatst. We zingen het met elkaar, 2 coupletten. Thank you.
volgende lied dat we gaan zingen is Psalm 19, vers 1 en vers 5. Psalm 19, vers 1 en 5. In vers 5 staat dan ook: des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En dan staat er verderop: niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed de honing ver te boven. Dat is een lied wat voor mij gaat over datgene wat God in de Heer Jezus wil geven. Een heilsfontein, een fontein van het leven die nooit zal opdrogen. En vanmiddag zullen we er ook over spreken en elkaar de vraag stellen of wij ook daadwerkelijk deze heilsfontein, dit leven in de Heer Jezus Christus kennen. Psalm 19, couplet 1 en 5.
Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, u de eeuwige Zoon. We zijn u zo dankbaar dat wij hier zo vanmiddag bij elkaar mogen zijn, samen met Erik en Richelle. En dat wij zo vanmiddag bij elkaar mogen zijn in alle rust en alle vrijheid, om het huwelijk van Erik en Richelle aan u op te dragen. En onze afhankelijkheid naar u uit te spreken, dat ze u elke dag van het huwelijk, elk moment in het huwelijk nodig hebben. Heer, we zijn u dankbaar dat we mogen weten dat u een God bent die zegent. We hebben er net over gezongen. Over die fontein, die open fontein, die nooit zal vergaan. Waarvan de glans nooit zal verdoven. En Heer, we zijn u zo dankbaar dat wij in de gesprekken die we met Erik en Richelle hebben gehad. En ik hoop en ik bid, Heer, dat we dat velen van ons dat mogen zeggen en dat kunnen zeggen. Dat wij die heilsfontein kennen die u hebt geopend. Waarvan de glans niet zal verdoven. Waarvan de bron niet zal opdrogen, want die heilsfontein die u hebt geopend is de Heer Jezus Christus. En we zijn u zo dankbaar dat we mogen weten dat u hier vanmiddag aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat u uw heil verkondigt, ook vanmiddag. En dat u de Heer Jezus verkondigt door mij heen. Want Heer, hoewel we hier bij elkaar zijn op deze huwelijksdag van Erik en Richelle, mogen we weten en mogen we samen getuigen dat het ook hun verlangen is om u, Heer Jezus Christus, de hoogste plaats te geven. U, God, de schepper van hemel en aarde, de herschepper van ons leven. En laat het zo zijn, Heer, dat wie we ook zijn en hoe we hier ook zitten, misschien zijn we dit helemaal niet gewend, is het voor de eerste keer dat we in een kerk zijn of komen we op bepaalde hoogtijdagen? Of zijn we wekelijks in de kerk te vinden of in een gemeente te vinden? Laat het zo zijn dat we vanmiddag allemaal verwonderd zijn van wie u bent. En van wat u in de Heer Jezus Christus aan ons hebt gegeven en aan ons wil geven. Namelijk leven. En dat is wat we nodig hebben elke dag van ons bestaan. Elke dag die we van u krijgen. En dat bidden we ook voor deze dienst. Dat u een overvloed geeft aan leven. Dat bidden we ook voor het huwelijk van Erik en Richelle. Dat u een overvloed geeft van leven. Want u bent een God die overvloedig wil geven. Zo mogen wij u kennen. Zo komt u tot ons door uw woord heen. En Heer, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen of via internet met ons verbonden zijn die u nog niet kennen, laat het dan zo zijn dat we vanmiddag aangeraakt worden en dat ze aangeraakt zullen worden door de kracht van uw liefde en door de kracht van uw leven. Dat zou het mooiste huwelijksgeschenk zijn. Dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot uw licht en voor eeuwig gered worden. Kom zo in deze dienst tot uw doel en laat het zo zijn dat u in ons midden op dit moment verhoogd wordt en de hoogste plaats zult krijgen. Doe het, Heer. Werk dat uit. Uit genade om Christus wil. Amen. Dan is er nu een collecte voor Stichting Jij Daar. U kunt daarover in de liturgie iets meer lezen. De collecte voor Stichting Jij Daar.
De tekst op de kaart komt zoals gezegd uit Johannes 2. We gaan het gedeelte waarin deze tekst staat met elkaar lezen. Dat gaat over de bruiloft in Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens de reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen, zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen, en zij bleven daar niet veel dagen. Erik en Richelle, geweldig om deze dag zo met jullie te beleven. Op de vraag van, nou, welke trouwtekst mogen we, of hebben jullie gekozen? Hebben jullie gezegd tegen mij van, nou, we laten jou wel vrij in het kiezen van de tekst, maar het moet niet, tussen haakjes, een standaard tekst zijn. Tja, wat is dan een standaard tekst, hè? Omdat al die teksten in het woord van de Heere God een geweldige, diepe lading hebben. En alles gaat over de Heere Jezus Christus. Datgene wat de Heere God in de Heere Jezus aan ons heeft gegeven. Maar we zijn eruit gekomen. En het is een tekst geworden uit het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar het is niet zomaar een tekst. Het is iets wat de moeder van de Heere Jezus Christus tegen mensen zegt die dienen op de bruiloft. En dan die woorden die we gekozen hebben, die ook op de kaart staan, die ook boven jullie huwelijk geschreven kunnen worden. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En het gedeelte wat we gelezen hebben, waarin het eerste wonder van de Heer Jezus voor ons afgeschilderd wordt, wil ik de nadruk leggen vanmiddag ook op datgene wat er gebeurt, namelijk dat water in wijn veranderd wordt. En ik geloof dat wijn hier in dit gedeelte staat voor het leven. En vanuit dit gedeelte, met nog een koppeling naar een ander gedeelte, wil ik dat laten zien, dat de Heer Jezus Christus dat zelf zegt. En dan zie je in dit gedeelte het verschil tussen werelds leven, wijn die door de bruid en de bruidegom worden geregeld. En dan zie je het goddelijke leven, het hemelse leven, dat de Heer Jezus Christus brengt. En wat kunnen we daar nou van leren? Wat kunnen jullie, Erik en Richelle, daar nou van leren in jullie huwelijk? En hoe mogen jullie dit leven wat de Heere God heeft gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus, hoe kunnen jullie dat leven, dat goddelijke leven, nou ook uitleven in jullie huwelijk? En dat je dat oude leven, dat wereldse leven, die wereldse wijn, steeds meer en meer als voor, Paulus zegt het, voor dood houdt. Dat je daar niet op terugvalt,
Maar dat je probeert ook in je huwelijksleven dat goddelijke leven wat mogelijk is gemaakt in de Heer Jezus Christus ook de ruimte te geven. Omdat je dan echt pas geniet van datgene wat God in jullie huwelijk wil geven. Niet gebaseerd op eigen kunnen, niet gebaseerd op eigen kracht of op wat jij wil, want de woorden zijn, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En dat geldt ook in het leven van alle dag, voor ons allemaal. Of u nu de Heer Jezus kent of niet kent. Het is nodig dat wij die bewustheid in ons leven krijgen, dat datgene wat de wereld ons biedt, ja, niet het volmaakte is. En datgene wat God ons in de Heer Jezus Christus wil geven, een volmaakt leven is. En daarover willen we vanmiddag met elkaar wat dieper nadenken. Nou, vers 1 geeft al gelijk wat historische punten aan. Het is de derde dag. Er is een bruiloft en het is in Cana in Galilea. En de moeder van de Heer Jezus is daar ook. En dat is al gelijk iets wat ons mag treffen, waar Johannes als het ware de aandacht op wil vestigen. Het is een geschiedenis, het is niet zomaar een verhaal. Nee, het is een geschiedenis, het is echt gebeurd, de plaats is bekend. Een aantal aanwezigen zijn bekend. Wat voor feest het is, is bekend. En wanneer de Heer Jezus het heeft gedaan, is ook bekend. Je hebt vandaag de dag nog wel dat je te horen krijgt dat alles in de Bijbel te verklaren moet zijn. En als iets niet te verklaren is, dan moet je het met een korreltje zout nemen. Nou, zo gaan wij in ieder geval ook vanmiddag niet met Gods woord om. Datgene wat er geschreven staat, dat is ook waarheid. Dat is geschiedenis. Dat is door mensen meegemaakt. En ook dit wonder is door mensen meegemaakt. Dat de Heer Jezus van water wijn heeft gemaakt. En hoe? En dan kom je bij vers 2 en dan staat er heel eenvoudig. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Waarschijnlijk de 5 die hij in die voorgaande hoofdstukken, of in het voorgaande hoofdstuk heeft geroepen. 5 van zijn discipelen, het worden er uiteindelijk 12, maar zijn hier ook en gaan hier ook met de Heer Jezus naar de bruiloft. Beseffen jullie, Erik en Richelle, dat de Heer Jezus ook vandaag aanwezig is? En jullie mogen dat weten. Want jullie zijn alle 2 kinderen van God, leven vanuit de genade die God in de Heer Jezus Christus aan jullie heeft gegeven. Mag je weten dat God door zijn geest, door de geest van de Zoon in jullie levens aanwezig is. Dus overal waar jullie gaan, gaat God met jullie mee. En zo ook hier op dit moment mogen jullie weten dat hij hier erbij is. Dat is die vanmorgen geweest. En vanavond zal die ook op het feest zijn. En wat dat betreft hebben jullie bij de uitnodiging, bij het openstellen van jullie hart voor het evangelie van de Heer Jezus Christus, hebben jullie de Heer uitgenodigd in jullie levens. Omdat jullie hebben gezegd, wij kunnen voor u niet bestaan, tenzij het bloed van de Heer Jezus Christus ons reinigt. En dat is in jullie leven gebeurd. En nu mogen jullie weten dat de Heer Jezus erbij is. En dat mogen jullie ook beseffen. En ik merk in mijn leven dat het besef dat de Heer Jezus met je meegaat, dag in, dag uit, dat wel levensveranderend is. Want je gaat nadenken over de dingen die je doet. En je gaat nadenken over de dingen die je zegt. Over je handel, over je wandel. En het is zo eenvoudig. En het is zo mooi om hier ook in dit gedeelte te zien dat Jezus met zijn discipelen ook op die bruiloft te Cana aanwezig is. Het is ook wel door God gestuurd. Want de Heer Jezus moest iets gaan doen. Hij was in het leven gericht op de wil van zijn hemelse Vader. En vandaar ook dat het uur gaat komen
dat hij water in wijn verandert, wat heen wijst, nou licht ik al een tipje van de sluier op, wat heen wijst naar het bloed dat hij vergoten heeft. Surrogaat leven, nep leven, wordt in de Heer Jezus Christus en door de Heer Jezus Christus echt leven, vol leven. En dan gaat het verder. Zoals gezegd, ze komen voor een probleem te staan op die bruiloft, want de wijn is op. En dat is wel een teken dat als de wijn op is, van dat je niet zo gastvrij bent. En het was in die tijd, na 7 dagen feest, we weten niet helemaal wanneer de wijn op is geraakt, maar dat was echt een teken van ongastvrijheid. En daarmee wilde je niet bekend staan. Had je nog zulke mooie dagen gehad, nog zo'n mooi bruiloftsfeest gehad, maar dan zou dit teken van ongastvrijheid, dat de wijn op was, zou dan het bruiloftsfeest verstieren. En dat mocht niet gebeuren. En daarom gaat de moeder van de Heer Jezus, Maria, die gaat naar de Heer Jezus toe. Met een opmerking. Zij hebben geen wijn meer. Er is een probleem. Er is een probleem, want op het moment dat er geen wijn meer is, zal de ongastvrijheid zichtbaar worden en zal de vreugde verdwijnen. En waarschijnlijk bij het aanbreken van het feit dat er geen wijn meer is, waren de bruid en de bruidegom en de ceremoniemeester al behoorlijk gestrest. Maar Maria weet wel waar ze heen moet. Naar haar zoon, Jezus. En daarom die woorden. Maar de woorden van de Heer Jezus lijken heel bot, lijken heel afstandelijk. Maar wat hij hier doet, is heel duidelijk ook tegen zijn moeder zeggen: moeder, het gaat niet op uw tijd en het gaat niet op uw wijze, maar ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. En op zijn uur, dat is mijn uur. En op dat uur zal ik gaan handelen. Dat is ook een les hoor. Dat betekent dus ook in het huwelijksleven, ook in jullie huwelijk straks, dat je soms best wel eens moet kijken en moet uitkijken naar het moment wat het uur van God is. Wat de tijd en de gelegenheid van God is waarop hij bepaalde dingen in jullie huwelijk ook tot stand wil brengen. Wil uitvoeren, wil bekendmaken. En dan mag je telkens weer letten op datgene wat we hier vanmiddag met elkaar hebben geleerd. Want soms is ons uur, is jullie uur, en misschien moeten we wel zeggen, vaak is ons uur, jullie uur, niet Gods uur. En dan toch volhardend afwachten naar het moment dat de Heere God ingrijpt, iets doet, iets bekendmaakt, gebedsverhoring geeft. Maar dan mag je de houding aannemen van Maria. Dan mag je de houding aannemen van Maria. En dat is zo geweldig mooi. Want Maria had het antwoord gekregen: mijn uur is nog niet gekomen. En op dat uur moet ik wachten. En Maria die gaat niet bij de pakken neerzitten. Maar Maria gaat naar de dienstknechten toe. En dan komen die woorden die jullie boven jullie huwelijk mogen neerzetten. Als Maria tegen de dienaars zegt: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daarmee, en het staat er niet, maar ik kan het me zo voorstellen, wijst Maria naar de Heer Jezus. Op die persoon, op hem moet je letten. En wat hij ook tegen je zal zeggen, dat moet je doen. En dat ook in jullie huwelijksleven. Dat je dat bij elkaar ook steeds weer boven mag halen. Dat als er dingen zijn, als er vragen zijn, als er problemen zijn, of als je antwoorden wil hebben en je het niet gelijk krijgt, dat je daarin volhardt en dat je daarin elkaar wijst op de Heer Jezus en zegt: hij moet reageren. Hij moet het doen en hij mag het doen in ons leven. Ook in ons huwelijksleven. En daar mag je elkaar op wijzen. En je mag er ook op gewezen worden. Door
andere kinderen van God. Die misschien in een moeilijke periode van het huwelijk ook zullen wijzen en zullen zeggen van let op de Heer Jezus. Hou je oog op Hem gericht. En wat Hij van jullie vraagt, doe het. Misschien jullie vaders of moeders, of opa of oma, of vrienden of familie. Die jullie telkens weer zullen wijzen in jullie huwelijk op deze woorden. Doe wat Hij zegt. En vers 6. Vers 6 wijst op de overvloed. Want als je een klein beetje gaat berekenen hoeveel die watervaten bezitten. Ja, dat was voor het reinigingsgebruik. Voor al die gasten die kwamen. En daar heeft heel veel water in gezeten. Ik kan wel een rekensommetje maken, maar dat ben ik en jullie waarschijnlijk ook straks toch weer vergeten. Maar dat is heel veel water. En het wonder is dat die tekst, vers 6, iets weergeeft van de overvloed die is te verkrijgen als je doet wat de Heere Jezus zegt. En heel vaak wordt het gezegd, ja, dan krijg je ook nog wel eens de discussie, wat is het nou precies voor wijn geweest? Hè? Sommigen denken dat het slechts druivensap is geweest. En overal waar je dan in de Bijbel druivensap of waar je wijn tegenkomt, moet je druivensap invullen. Het bevatte geen alcohol, maar dat kan niet. Want waar is Noach en waar is Lot, twee oud-testamentische personen, waar zijn ze dan dronken van geworden? Maar het is ook niet helemaal reëel om te zeggen dat het hetzelfde alcoholpercentage is als wat wij vandaag de dag kennen. Want als je de tekst gaat lezen, ook in de context gaat lezen en bepaalde woorden eruit pakt, dan is het wel zo dat je moet concluderen dat wat die ceremoniemeester op een gegeven moment tegen die bruidegom zegt, dat het ook daadwerkelijk is dat mensen het verschil tussen de goede wijn en de middengoede wijn niet zo aan het proeven zijn meer. Omdat ze te veel gedronken hebben. En de Bijbel waarschuwt ervoor. Laten we daar ook gewoon heel eerlijk over zijn. De Bijbel waarschuwt tegen overmatig alcoholgebruik. Er staan verschillende geschiedenissen in de Bijbel die ons waarschuwen en laten zien wat daaruit kan voortkomen. Net twee namen genoemd, van Noach en van Lot. En als kinderen van God, als je dan die woorden tot je krijgt, ook in het huwelijk, in je persoonlijk leven, jullie, maar ook wij allen, dat die woorden van de Heer Jezus tot ons komen, dan zegt dat ook iets over het gebruik van alcohol. Laten we het gewoon maar even noemen. Het is niet zo dat we ons helemaal moeten laten gaan in de alcohol. Dat wordt ook vandaag de dag op heel veel feesten gedaan. Dat is niet de bedoeling dat kinderen van God, die iets uitstralen van de heerlijkheid van God, van de reinheid, zich helemaal laten gaan. Ook daarin mogen je doen wat Hij, de Heer Jezus, zegt. In het begin heb ik gezegd dat ik je wil laten zien en dat ik u wil laten zien dat wijn in dit gedeelte voor mij ook voor het leven staat. Nou, als je dan even reageert op die eerste wijn, dan is dat een wijn, dan is dat leven wat je zelf moet regelen. De bruid en de bruidegom hadden zelf wijn ingeslagen, waren er zelf mee bezig geweest om dat in te kopen voor hun feest. En dat is, als je doortrekt naar het leven, ook wat vandaag de dag ook heel zichtbaar wordt. Als je je leven leeft zonder de Heer Jezus Christus, moet je dat zelf regelen. Maar wat je hier ook ziet van die wijn, van die wereldse wijn, van dat wereldse leven, is dat er een beperkte tijdsduur aan zit. Zoals gezegd, vers 3, zij hebben geen wijn meer. Er ontstond een tekort aan wijn. En dat is in het wereldse leven ook zo. Dat is in een leven zonder de Heer Jezus ook zo. Je komt tekort. Je komt tekort. Als je de heiligheid van God hebt, de schepper van hemel en aarde, en je bent bezig met het wereldse leven, en alleen maar het wereldse leven, kom je tekort om ooit
op jouw sterfdag voor hem te verschijnen. En dat laat deze geschiedenis zien. Als het gaat over de wijn. Als het gaat over datgene wat je in je leven zelf regelt. Als het gaat over jouw leven. Als het gaat over een leven zonder Christus. Je komt tekort. En het is een onvolmaakt leven. Vind ik zo mooi, hè, wat die ceremoniemeester in vers 10 tegen die bruidegom zegt. Dan zegt hij van ja, maar luister. Normaal is het zo dat de beste wijn als eerst geschonken wordt. En daarna, wanneer mensen gedronken hebben, dat er mindere wijn op tafel komt. En u hebt die beste wijn voor het laatst bewaard. Het leven hier zonder Christus is onvolmaakt. En als je dan die geschiedenis verder op je in laat werken, dan moet je tot de conclusie komen dat het leven niet alleen beperkte tijdsduur heeft. Dat het niet alleen een onvolmaakt leven is. Dat het niet alleen een leven is wat je zelf moet regelen. Maar dat het, als je heel eerlijk bent, paniek in je leven veroorzaakt. Als je nadenkt over het feit dat jij God moet ontmoeten. En terecht dat het dan paniek geeft. Zoals je kunt voorstellen dat op deze bruiloft er een paniek ontstond. Vanwege het feit dat de wijn op was. En zo hoop ik dat als jij de Heer Jezus nog niet kent. Nog niet gebogen hebt voor zijn verzoenend lijden en sterven. Gebogen hebt voor datgene wat God in Christus in zijn genade jou en u en mij wil aanbieden. Als je nog niet gebogen hebt. Hoop ik dat je zicht krijgt op het feit dat als je alleen maar werelds wijn drinkt, als je alleen maar een werelds leven hebt, dat je in paniek raakt. Maar we laten je niet in paniek gaan. Dat zou liefdeloos zijn. En vandaar ook dat ik gezegd heb, ik wil die lijn doortrekken vanmiddag van de wijn naar het leven. En dat is zo mooi, hè? Want als je dan het eerste gedeelte van wat we gelezen hebben bekijkt, dan zie je daar dat je het zelf moet regelen. Het is beperkt in tijdsduur, het is onvolmaakt en het geeft paniek. Er is tekort, je schiet tekort. En dan grijpt de Heer Jezus in. En dan krijg je zicht op die nieuwe wijn. Op dat nieuwe leven. En waarom leg ik nou zo nadrukkelijk die link tussen de wijn en het leven, omdat de Heer Jezus dat zelf doet. In de christelijke gemeente is het een traditie, is het normaal, is het een feest om het avondmaal te vieren. En bij het avondmaal, als dan de beker rondgaat met de wijn erin, dan zegt de Heer Jezus in Marcus 14, vers 24, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt. En dat vind ik zo mooi, hè? Om elke keer als die beker langs gaat en die wijn daarin zit, bepaald te worden bij datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Op het kruis van Golgotha, waar zijn bloed heeft gevloeid. Heeft gestroomd voor mijn redding. En ik hoop ook dat we dat kunnen zeggen, dat het voor onze redding is. En vandaar dat dat beeld, dat wonder wat hier gebeurt, dat beeld van de wijn doorgetrokken mag worden naar het leven. Want het is een nieuw verbond wat Jezus geeft in zijn bloed. En elke keer mogen we daaraan herinnerd worden als de beker voorbij gaat. We leven niet meer vanuit onszelf. We leven op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het is een door God gegeven leven. Want de Heer Jezus deed het. De Heer Jezus deed het. Hij maakte van water wijn. Het is ook een leven zonder begin en zonder eind. Het is een leven wat je dan mag hebben als je die goddelijke wijn geproefd hebt. Als je weet dat je verzoend bent op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dan mag je leven zonder eind zijn.
Ja, het is een beginpunt bij je bekering. Bij het feit dat je je aan God gaf, dat je je overgaf. En wat deed God toen? Toen heeft hij ons opnieuw geboren laten worden. En kregen we deel aan dat eeuwige leven. Dat leven wat God is. En dat leven is volmaakt. Dat leven is volmaakt. En daarom kan de Heer Jezus ook zeggen in Johannes 11, vers 25. Ik ben het leven. Ik ben het leven. En iedereen die dat erkent, dat Christus het leven is, drinkt van de nieuwe wijn. Die door het wonder van God aan ons wordt geschonken. En mag delen in dat volmaakte leven. Let op, volmaakte leven, nu al. Nu al, want je wordt geplaatst in God. Ja, dat kan ik niet begrijpen. Nee, klopt. Ik ook niet. Dat is het godswonder. Dat is iets wat we moeten geloven. Waar ons verstand niet bij kan, maar waar ik tegen mijn verstand zeg. Ik kan er niet bij, maar toch geloof ik het. Omdat het staat geschreven in het woord. Ik ben met Christus verborgen in God. In dat volmaakte, eeuwige leven. Psalm 36, vers 10 zegt het mooi. Want bij u is de bron van het leven. En het geeft rust en het geeft vrede. En we zijn eeuwig in de nabijheid van de Heere God. Maar wat is dan de voorwaarde? Nou, de voorwaarde om deel te hebben aan die nieuwe wijn is bekering. Bekering. En wat moet je dan doen? Nou, wat moet je dan doen? Wat hij zegt. Wat hij zegt. Niet wat de wereld zegt. Niet wat je eigen gevoel zegt. Niet wat je eigen verstand zegt. Niet wat je in de familie hoort. Nee, voor bekering moet je doen wat God zegt. Wat de Heer Jezus zegt. Want hier ook op het feest in vers 7 staat dat ze die waterkruiken moeten vullen. En dan staat er, en ze vulden ze tot aan de rand. Tot aan de rand. Volle kan niet. En het heeft alles te maken met het feit dat wij ons hele leven aan hem geven. En zeggen, Heer Jezus, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig in mijn leven. En ook jullie, in jullie huwelijksleven. Zo mogen jullie elke dag weer staan voor het aangezicht van de Heere God. Of geknield liggen en zeggen, Heer, ook deze dag verwachten we het van u. En ook deze dag willen we ons hele leven aan u geven. Waarom? Omdat wij niet zonder u kunnen. Omdat wij willen doen wat u van ons vraagt. En u vraagt van ons om ons hele leven aan u te geven. Nou Heer, hier op deze nieuwe dag, in deze nieuwe nacht, geven we ons leven weer volledig aan u. Zouden die dienaren gedacht hebben, zeg? Moeten ze waterkruiken gaan vullen? Maria, die moeder van Jezus, die had gezegd, doe wat hij zegt. Maar waterkruiken vullen, wat met reiniging te maken heeft. En wat zouden ze geloofd hebben op het moment dat ze eruit geschept hadden en naar de ceremoniemeester gegaan zijn? Wij lezen dat. Zo even achter elkaar. Ze doen dit, ze doen zus, ze doen zo. Maar voor die mensen die daar dienend aanwezig zijn, die moeten dat doen. In de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. Daar heb je het al, hè? Gehoorzaamheid. Dat is het. En als jullie in jullie huwelijk, Erik en Richelle, als jullie in jullie huwelijk ten volle willen genieten van de rust en de vrede die God jullie in Christus gegeven heeft, die je niet zelf hoeft te bewerken, maar als jullie ten volle willen genieten van datgene wat God in Christus aan jullie gegeven heeft, doe dan wat hij zegt. En misschien ben jij hier. Kijk jij via de livestream mee. Ken je de Heer Jezus nog niet? Ben je bezig met allerlei werken te doen? Omdat je dan denkt,
dat God wel even naar jou moet kijken wat jij doet en op grond daarvan jou moet aannemen als zijn kind. Nou, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het is dat je de Heer Jezus uitnodigt in je leven en dat je vanuit die uitnodiging, vanuit die overgave leert om te doen wat Hij zegt. Genade is niet te koop. Ik moest erbij denken aan datgene wat er staat in Jesaja 55 vers 1. Ik lees hem u voor, de tekst. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Toch kopen? Toch iets doen? Ja, je moet het kopen. Je moet erheen gaan. Je moet het aannemen. En dan kom je erachter dat als je naar de Heer Jezus gaat, naar God gaat, dat God zegt, mijn genade, die kost heel veel, maar is betaald. Kopen zonder prijs, zonder geld, omdat de Heer Jezus Christus het betaald heeft. Het is toch geweldig om vanuit dat leven met Hem, Erik en Richelle, ook in jullie huwelijk te staan. Als twee kinderen van God, door God samengebracht in de liefde. In de goddelijke liefde die Hij heeft uitgestort in jullie harten. Om van de genade te genieten die God jullie dagelijks wil geven. Om de opdracht uit te leven. Doe wat Hij zegt. Leef vanuit de bron, Christus. In jullie communicatie. In jullie geestelijke groei, hè? Die studie die we ook mochten doen met elkaar. Leef vanuit de bron, Christus, in de seksualiteit die God jullie binnen het huwelijk gegeven heeft. Laat je door niets en niemand iets wijs maken. Praat erover met elkaar, ook over de seksualiteit en met God. Hij is de creator van de seksualiteit, dat de wereld er zoveel viezigheid aan heeft gehangen, dat de duivel het zo heeft verdraaid. Het is nooit Gods bedoeling geweest. Maar hij is wel de uitvinder geweest van de seksualiteit. En in dat besef mogen jullie dat ook met elkaar ervaren. Onder de zegen van God in het leven van de Heer Jezus. Mijn leven vanuit de bron, Christus. Ook in de plaats die God jullie gaat geven in het deel van zijn gemeente. Leef vanuit de bron, Christus. In jullie plaats in de maatschappij. Leef gewoon telkens, overal, altijd. Vanuit de bron die God in Christus aan jullie heeft gegeven. Leef tot zijn eer. Amen. We gaan met elkaar zingen. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En ik hoop dat we dat echt allemaal kunnen zingen. Dat wij weten wie God in Christus voor ons wil zijn. En zo niet, dan hoop ik dat je deze weg wilt gaan. Laten we het zingen met elkaar.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn hier bij elkaar om het huwelijk van Erik en Richelle aan de Heer op te dragen en hem om zijn zegen te vragen. De Bijbel maakt duidelijk dat het huwelijk niet door mensen is ingesteld, maar door God zelf. Toen de Heere God Adam geschapen had, wilde hij niet dat Adam alleen zou zijn. Daarom gaf God Adam een vrouw, Eva. God zegende hen als man en vrouw, opdat zij samen als beeld van God zouden leven en samen Gods opdracht zouden uitvoeren. De Bijbel noemt het huwelijk een verbond. Iets dat man en vrouw voor Gods aangezicht met elkaar sluiten. In dit verbond beloven zij voor heel hun leven trouw aan God en aan elkaar. Het huwelijk is bedoeld als een gemeenschap voor het leven. God wil dat man en vrouw altijd en onder alle omstandigheden liefde en trouw, hulp en toewijding aan elkaar zullen geven en van elkaar mogen ontvangen. In de wetenschap dat God het is die jullie heeft samengebracht, mogen jullie in echte liefde en eenheid elkaar toebehoren, elkaar trouw zijn, helpen en steunen in alle dingen die bij het tijdelijke en het eeuwige leven horen, om samen boven alles de Heer te dienen, te volgen en te verheerlijken. De Bijbel noemt deze eenheid tussen man en vrouw, die jullie vanaf vandaag ook mogen leven, een groot geheimenis. Deze eenheid weerspiegelt de eenheid die er is tussen Jezus Christus en zijn gemeente. Zoals de gemeente staat tegenover de Heer Jezus, zo mag jij, Richelle, als vrouw staan tegenover je man. Zoals Christus zijn gemeente lief heeft en voor haar zorgt, zo mag jij, Erik, als man je eigen vrouw lief hebben en voor haar zorgen. Vandaag verklaren jullie in het openbaar, in de gemeente van de Heer Jezus, dat je elkaar lief hebt. Je weet dat je beide bent in de hand van God. Jullie gaan samen verder in een leven in afhankelijkheid van Hem. Je mag de ander niet verlaten, omdat je weet dat niemand mag scheiden wat God samengevoegd heeft. Wandelend met Hem mogen jullie zegen op jullie levensweg verwachten. Dat neemt niet weg dat ieder huwelijk als gevolg van de zonde ook te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. En toch mogen jullie leven in het vaste vertrouwen dat God jullie blijft helpen, zelfs wanneer men dat menselijk gezien niet meer zal verwachten. Hij belooft als een hemelse vader voor jullie te zorgen en roept jullie op in alles op hem terug te vallen. Zoals de Heere jullie schuld vergeven heeft, zullen jullie ook elkaar de zonde en tekortkomingen vergeven. En jullie kunnen daarvoor telkens putten uit de bron van zijn genade. Mag ik jullie nu verzoeken om te gaan staan? Bruidegom en bruid, luister naar wat de Heer van jullie verwacht. Erik, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Vrees de Heer, leef verstandig met je vrouw. En bewijs haar eer, want zij deelt samen met jou in Gods genade. Dan zul je vrijheid tot God kunnen bidden. Ga haar voor in een leven met de Heere. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus je geeft. Richelle, heb je man lief? En help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard hem als hoofd. En ontvang zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus je geeft. Vrees de Heer. Wees niet als eerste gericht op uiterlijk vertoon.
Maar laten vooral je goede werken je sieraad zijn in je huwelijk en daarbuiten. Blijf elkaar trouw en leef beide van Gods genade. Draag samen de verantwoordelijkheid en de zorg voor jullie gezin. Wees trouw in de uitoefening van de taken die God jullie geeft. En leef zo dat jullie tot een zegen zijn in de gemeente en in de samenleving. Jullie hebben nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. Ook is jullie voorgehouden wat de Heere van jullie verwacht. Willen jullie nu elkaar de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen die gesteld worden? Erik, beloof je Richelle voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? En beloof je in jullie huwelijk overeenkomstig het heilig evangelie te leven? Erik, wat is hierop voor God en zijn gemeente jouw antwoord? Richelle, beloof je in liefde voor Erik te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? En beloof je in jullie huwelijk overeenkomstig het heilige evangelie te leven? Richelle, wat is hierop voor God en zijn gemeente jouw antwoord? We gaan nu bidden. Daarna zullen we de zegen meegeven over het huwelijk van Erik en Richelle. En daarna, zonder verdere aankondiging, naar het amen op de zegen, wil ik u vragen om staande te zingen Psalm 134, vers 3. Dat is Heere zegen op uw daal. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus Christus, op grond van uw offer zijn we vrijgekocht en zitten we hier geknield voor uw aangezicht, omdat wij in alles afhankelijk zijn van u. En Heer, we belijden het aan u, dat we afhankelijk zijn van uw zegen, ook in het leven van Erik en Richelle, in het huwelijk wat ze zijn aangegaan met elkaar in liefde, in uw liefde verbonden. En Heer, we willen bidden dat u dit huwelijk wilt zegenen. En tegelijkertijd willen we u danken dat u met uw zegen klaarstaat om Erik en Richelle voor te gaan. En Heere, wilt u dat doen door de krachtige werking van uw geest. Onze Heere God, die jullie tot dit huwelijk heeft geroepen, verleent jullie door zijn Heilige Geest de kracht om jullie belofte na te komen, al de dagen die hij jullie samen schenken wil. Hij verbindt jullie met ware liefde en trouw. De Heere zegent jullie en behoedt jullie. De Heere doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie zijn vrede. Amen. Thank you.
Jongen, dat ging sneller dan sommige afhaalpunten. Ja. Maar laat deze ringen ook als teken zijn van jullie trouw en liefde aan elkaar. Dat jullie mogen weten dat jullie geringd door het leven mogen gaan. Deze ringen als symbool van Gods liefde, die als een ring om jullie huwelijk zal zijn. Jullie mogen er even blijven staan, want broeder Hielke Zandberg zal jullie de huwelijksbijbel overhandigen. Ja, en dat doe ik niet zomaar. Dan wil ik een paar woorden aan wijden. Ik zal de hele meditatie van broeder Gijsbert niet herhalen. Namens Christengemeente Berea mogen we jullie deze Bijbel overhandigen zometeen. En dat is een eer. Ik zie het als heel bijzonder dat ik dat mag doen. Hier aan het begin van de rest van jullie leven samen. Besef je dat? De rest van jullie leven samen. Hoe mooi is dat? We hebben nagedacht over een tekst. Er stond een tekst op jullie trouwkaart. Gijsbert heeft erover gesproken. En we hebben voor jullie uitgezocht Psalm 25, vers 4 en 5. Het is best bijzonder om een nieuwe Bijbel voor het eerst open te doen. Ik wil hem jullie voorlezen. Psalm 25, vers 4 en 5. Daarin staat: Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. In mijn eigen Bijbel heb ik naast dat eerste vers gezet. Hier staat dus niet: Heere God, ik maak u mijn wegen wel even bekend. Natuurlijk moedigen we jullie van harte aan om dat te doen, om te bidden en om elke dag opnieuw naar God toe te gaan. Maar de eerste houding staat hier, die moet zijn: Heere, maak mij uw wegen bekend. Wat hij u zegt, doe dat. Erik, ik wil hem aan jou overhandigen als hoofd van het gezin. Ga er in wijsheid mee om, met Gods woord. Ga in wijsheid om met je vrouw en Richelle. Ga in wijsheid om met Erik. Lees eruit. Gebruik Gods woord en leef ernaar. Jullie mogen gaan zitten, maar er is iets wat niet in de liturgie staat. En daarvoor wil ik de Bijbelstudiegroep naar voren vragen, want die gaan een lied voor jullie zingen. Thank you.
Laten we de Heere God danken voor datgene wat Hij ons vanmiddag heeft gegeven. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus. We zijn U zo dankbaar voor datgene wat we vanmiddag met elkaar mochten beleven. Wat we met elkaar mochten vieren. Wat we mochten zien. We zijn U zo dankbaar dat we mogen weten, en dat zien we in de levens van Erik en Richelle, maar ook van zoveel anderen, dat we mogen weten dat U leeft. En dat er niets zo levend is als wie U bent in uw glorie, in uw macht en in uw majesteit. We zijn U zo dankbaar dat we op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus dit moment samen mochten hebben als uw kinderen, waarin we de zegen mochten meegeven over het huwelijk van Erik en Richelle. We zijn U zo dankbaar, Vader, dat we mogen weten dat U met hen meegaat. We zijn U zo dankbaar dat het evangelie mocht klinken vanuit dat eerste wonder daar in Cana in Galilea, waar water wijn werd gemaakt. En wat wijst naar het volbrachte werk van de Heer Jezus, naar het leven wat in Hem aan ons wordt gegeven. En misschien zijn er ook vanmiddag die U niet kennen, die hun leven nog zelf leven, beperkt, onvolmaakt. Als ze nadenken en eerlijk zijn, paniekerig, al zal men dat misschien niet zo snel toegeven. En Heer, wat is het dan geweldig om te weten dat ook U vanmiddag klaar staat met de gave van leven, volmaakt in uw Zoon, de Heer Jezus. En als er nog iemand is, Heer, die U niet kent, laat zijn of haar hart dan onrustig worden, zodat ze rust vindt bij U, de God, die rust en vrede zelf is. Heer, wilt U deze dag erbij zijn. En tegelijkertijd danken wij U dat U ons nooit zal verlaten naar uw belofte. Zegen Erik en Richelle met de wederzijdse ouders, met opa, oma, met andere familieleden, met vrienden, met kennissen in deze dag. Laat het een feestdag zijn voor wat U in hun levens hebt gedaan. Dat U hen bij elkaar hebt gebracht. Wees er zo bij deze dag. Ja, de rest van ons leven. Uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. Opwekking 520. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij U kennen. In vreugde en smart laat mijn gedachten op U zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 5 coupletten van het lied Wees mijn verlangen.
de zegen zingen wij nog het lied met elkaar. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij. En dan na dit lied is er gelegenheid voor degenen die niet naar de receptie op het feest toe gaan, om hiervoor in de kerk Erik en Richelle te feliciteren en God zegen te wensen. Dus dat is na het lied en ik wil u vragen om te gaan staan, zodat we bidden om de zegen van de Heer. Laten we van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer om ook tot een zegen te zijn. Draag het leven, de nieuwe wijn, het volle leven in de Heer Jezus Christus uit in u en in jouw leven. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Totdat de Heer Jezus komt en wij voor eeuwig hem zullen zien. Halleluja. Amen.